Deze kunnen we echt wel doen. I don't know why I didn't come. Ah, wat mooi. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. En als ze af en toe even lacht. Ja. Nou. Misschien nu dan. Zijn ze alle vier? Ja, geweldig. Ja. En nu lachen ook. Kan het. Ja, ze kan het. Dus wel. Lachbaar. Hallo. Hoi. Stelletje trage slakken. Wie ben jij? Ik ben Christiana Boerkes. Christiana. Dit was gewoon ook een beetje allemaal om de jongens naast ons. Die waren al helemaal overtuigd dat ze jou helemaal voor zichzelf zouden hebben. Ik heb lekker geluisterd tot het einde. Wat een prachtige klank heb je in je stem. Dankjewel. Hoe oud ben jij? 21. Ja, prachtig. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ben je vandaag 21 geworden dan? Vorige maand eigenlijk. Oh, oké. Okay. Van Angela gefeliciteerd zeg. Omdat jij weer te vroeg reageert. Wat ben je toch een vervelend klein mannetje, jij. Christiane, het was eigenlijk geweldig. Er was eigenlijk geen reden om niet te drukken. Zeg maar, je timing en de luiheid. En dat je het vermogen had. Want je wordt vaak uitgedaagd. Ik ga toch iets extra's doen om mensen te overtuigen dat ik echt kan zingen. Maar je hoort bij de eerste regel al dat dat zo is. Je hebt een echt te gekke auditie gedaan. Ik zie dat je helemaal onder de indruk bent. En wat ik tegen je wil zeggen is, ik heb al een kandidaat. En die heeft met ditzelfde liedje is het doorgegaan. Maar ik denk als ik jullie tegen elkaar in de battle zet, dat in jouw voordeel zou kunnen uitpakken. Hij is zich aan het indekken. Hij is zich aan het indekken. Wat voor kaart is dat, hè? Er zijn zoveel redenen voor jou om bij mij in het team te komen. Als je dat gevoel deelt, dan ben je heel erg welkom. Thanks. Christiane, hoe oud ben je? 21. 21, sorry, dat was al gevraagd. Gefeliciteerd. Ik was meteen verkocht. Echt, ja, dat vanaf, zag ik. Nou, vanaf de eerste paar seconden. Ik probeerde Simon over te halen. Die zei, wacht nog even dat ze misschien wat andere facetten laat zien. En ik heb echt anoniem besloten om meteen te drukken. Echt anoniem. Maar dan moet je niet zeggen dat jij het was. Dan is het niet anoniem meer. Oh shit, sorry. Nou, er heeft dus iemand gedrukt. En... Oké. Wat ben je toch normaal? Een vervelend mannetje. Ben ik nu niet eens niet meer de klein? Nick drukt inderdaad heel snel en waarvoor dank. Ik zette vanaf toen een minuut lang mijn beste pokerface op. Om de andere coaches daarmee te beïnvloeden om niet te drukken. Ja, in de laatste 10 seconden drukte ze toch heel laf. En vanaf nu mag jij kiezen bij wie jij in het team gaat. Bij wie je denkt het meeste vertrouwen te hebben. Ik weet het echt niet. Wat zou je willen leren? Ja, echt performen eigenlijk. Dat zingen, dat lukt op zich wel, maar echt... Nee, ik ga voor Marco. Grandioos. Maatje, gefeliciteerd. Dat heb je prachtig gedaan. Dank je wel. Ja. Ah, superman, echt.
Had je het verwacht dat iedereen om zou krijgen? Nee, ik zag Nick en Simon om. Ik dacht, hè, ben ik door? Ben ik echt door? En toen draaide iedereen zich ineens om. Ik dacht, wow. Wat betekent dat voor jou? Dat ik zo meteen wakker word. Je hebt het fantastisch gedaan. Dank je wel. En we zien je bij de battle. Ja. Feest dit. Dank je wel.